Hallo allemaal, daar zijn we weer. En we gaan vandaag weer tekenen. En we gaan vandaag weer iets leuks, engs, liefs tekenen. En wat is het vandaag? Een mummie. We gaan vandaag een mummie tekenen. Maar niet zomaar een mummie. Nee, we tekenen een hele vrolijke dansende mummie. Ha! Ja, nou hoe? Dat ga ik jullie laten zien. En we gaan gauw beginnen. En we beginnen, net zoals altijd, heel simpel met een cirkel. Gewoon een cirkel. In één keer zo. Hup. Een cirkel. Zie je het? Dat is het. Dat is zijn hoofd. En dan gaan we hieronder het lijf tekenen. En het lijf, dat is gewoon een U. Een U. 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 Kijk. Zie je het? Zo is het net een kegel of zo. Maar het wordt een mummie. Ja, nou, dit lukt jullie wel, hè? En nu zijn armen eraan. Let op. Zijn armen doen we ook gewoon een lange, platgedrukte U. Een beetje zo. Kijk, doen we gewoon zo. Let op. Kijk, dit is zijn arm zo. Oh, heb je de peppy. Hup. Zie je het? Nou, dat kunnen jullie ook wel. Doen we deze kant ook nog een zo. Tadaa. Zie je het? Een hele vrolijke mummie, hè? Ja, en dan hebben we er iedereen. Doen we zijn been. Daar geen arm. Doel. Dan hebben we er iedereen. Hier doen we zijn been. Dat is één been. Daar de andere doen we zijn been zo omhoog. Kijk zo. Oh, staat hij. Leuk, hè? Een vrolijke mummie. Ja. Maar, nu is ik nog niet op een mummie natuurlijk. Hoe gaan we op een mummie laten lijken? Ga ik jullie zo laten zien. Gaan we eerst zijn ogen tekenen. Kijk, zo. 1. 2. En dan zit je hier een klein puntje in, zo. En daar ook. En wat doe je nou? Ga je om het puntje heen, maak je het zwart. Kijk, dat doen we gewoon eventjes. Zo. Zwart. Kijk. Leuk, hè? En nou zijn mond. Kijk, zijn mond. Doen we gewoon een beetje. Doen we wel een klein beetje eng. Zie je wel? Kijk, een S en nog een S. En dan zo eronder. Die maken we ook zwart. Zo. Zwart. Even doorkleuren. Tadaa. Maar daar zijn we nog niet. Dan raak ik het neer. Verschil. Nou gaat het gebeuren. Hoe maken we hier nou een mummie van? Let op. Een mummie is natuurlijk helemaal ingezwachteld, hè? Ik weet dat die mummies helemaal ingezwachteld zijn. Zoals ze ze vinden in de piramides in Egypte. Maar ook in Zuid-Amerika. Ja, daar vinden ze ook mummies. Peru en zo, dat soort dingen. Bolivia, daar vinden ze ook mummies. Niet alleen in Egypte. Het zijn wel de meest bekende in Egypte. Maar ze vinden ze over de hele wereld. Dus, dat is een mummie ook. Let op, hoe gaan we het doen? Ingezwachteld. Hoe ga je dat tekenen? Let op. Je gaat gewoon van links naar rechts. Zo, een beetje in een soort S-vorm. Heen en weer. Zie je het? Ah, ik zit ineens op een mummie. Ja. Nou, ga ik het nog een beetje extra maken. Dan kun je hier zeggen van, gaan we die dingen aan elkaar maken. Zo, hup. Kijk, lijken net of hier en daar die zwachtels. Zo doe je dat dan. Ook een beetje loszitten. Kijk. Nou, doen we zijn lijf ook. Ja, gewoon zo. Lalala, dan wist je een beetje af. Daar zit het wat dichter op. Het zit wel helemaal precies gelijk. Zo. En zo. Heen en weer. En dan ga je gewoon die stukjes, die hoepeltjes over de lijnen zo. En gewoon nog een beetje dikker maken. En elkaar verbinden. Kijk. Arm ook. Lalala. Zo, een beetje zo. Hop. Dan hier zo weer. Ga je van hoepel naar hoepel. Tadaa. Die gaat ook. Zo, een beetje afwisselen zo. Tadada. Dan hup. Kijk. Zie je dat je hier en daar wat dikkere dingen maakt. Ik vind hem er heel gaaf uitzien. Nou, dit been ook nog even. Zo. En aan die kant. Tadaa. En deze nog. En dan hup, ga je die puntjes aan elkaar maken. Zo, tadaa, heb jij je dansende mummie gemaakt? Kijk, is die gaaf of niet? Nou, hartstikke gaaf. Tadaa, kijk, ga maar oefenen. Dat is hartstikke leuk. En dan gaan we volgende keer weer verder met een eng, lief, eng ding. Dus, abonneer je op mijn YouTube kanaal. Dan mis je geen filmpje. En allemaal hartstikke leuke dingen op. En
tot de volgende keer. Doei doei!